Goedemorgen Sanne, goedemorgen James. Laten we beginnen, het is tijd. Dankjewel Henk. Goedemorgen allemaal, goedemiddag allemaal. Welkom bij alweer de 17e e-lunch sessie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, afdeling elektrotechniek. En vandaag gaan we het hebben over zelfvoorzienend worden met zonne-energie. Nou, jullie zijn met grote getalen zijn jullie aanwezig. Mijn naam is James Meijer, vanmiddag ben ik uw moderator. Henk Baart staat mij met de techniek bij, die hoorde u daarnet. En ik heb eerst wat huishoudelijke mededelingen. Wil iedereen zijn microfoon en zijn camera uitschakelen? Om te zorgen dat wij zometeen op een goede manier de presentaties van Sanne kunnen volgen. Dus graag microfoon en camera uitschakelen. Om te voorkomen dat wij onder andere deze piep krijgen. Dus nogmaals, ik zie dat Eugène Wietlak nog aanwezig is. Ja, helemaal goed. Het stellen van vragen, dat kunt u doen via de chat. De welbekende wolk. Die zullen wij tijdens de presentatie zullen die oppakken. En ook na de presentatie. Mocht er toch te veel vragen zijn, dan zullen we die allemaal opnemen. En naar de hand toesturen. Ik zie dat er nog één iemand zijn camera aan heeft. Zou iedereen zijn camera nogmaals willen uitschakelen? Dank u wel. Onderlinge discussies graag vermijden om te zorgen dat wij optimaal op dit onderwerp kunnen houden. En daarnaast ook de mededeling dat wij alles gaan opnemen. Dus deelname aan deze webinar houdt in dat u akkoord gaat met de opname van deze publicatie, van deze opname. In het kort iets over Kiwi. We bestaan 175 jaar en zelfs in coronatijd zijn we heel springlevend gebleven door het organiseren van dit soort wat modernere events, webinars, e-learn sessies. Kijk verder op kiwi.nl wat wij nog meer allemaal organiseren en wat wij nog meer voor u kunnen betekenen. Eigenlijk nog beter, word gewoon lid van de vereniging, want ja, zonder leden kunnen wij niet bestaan. En u blijft gewoon op de hoogte van alle technische ontwikkelingen en de mogelijkheid om te netwerken. Onze spreker van vandaag, die ziet u in beeld, Sanne Castro, manager engineering van Joulz en expert op het gebied van duurzame energie, infrastructuur en systeemintegratie. Sanne is een ervaren ondernemer die zich inzet voor het stoppen van klimaatverstoring en is adviseur voor ondernemers, ontwerpers, stichtingen en basisorganisaties om impact op grote schaal te bereiken. Oprichter van cleantech startup Simgas, die binnen 5 jaar de nummer 1 positie op de Afrikaanse markt bereikte. Hoe je als bedrijf zelfvoorzienend kan worden, dat vertelt Sanne u graag. Ik wens iedereen een aangename, interessante webinar toe. Sanne, ik geef jou graag het woord. Bedankt James. Ik heet iedereen van harte welkom. Ontzettend gaaf dat iedereen in zulke grote getalen is aangehaakt tijdens deze lunchwebinar. Ik zal meteen even mijn presentatie delen, zodat iedereen kan meekijken. En dit is de slideshow als dat is. Ik hoop dat iedereen dat kan zien. Even in het kort, het werd inderdaad al door James toegelicht. Bij Joulz ben ik verantwoordelijk voor innovatie en techniek. Ik heb een achtergrond in systems engineering, innovatie en ondernemerschap. Heb je nog een vraag achteraf of zo, dan kan je me altijd bereiken via mijn e-mail of via LinkedIn. Even kijken. Ik wilde in het kort even wat vertellen over wat Joulz allemaal doet. En ik begin gewoon hier, omdat ik denk dat de meeste mensen Joulz hiervan kennen. Van onze energieinfrastructuren, oftewel bijvoorbeeld in dit geval een compact station met een transformator en een middenspanningsinstallatie erin. Of een inpandig station, waarin we bedrijven aansluiten op het energienet door een transformator te plaatsen en te zorgen dat ze daar de energie kunnen afnemen op een middenspanningsinstallatie. Meetinrichtingen verzorgen we, zowel gas als elektriciteit, wat je aan deze kant ziet. Voor comptabele metingen om af te rekenen, maar ook om energiemanagement te kunnen doen of in te kunnen grijpen in het proces om het proces te optimaliseren. Sinds een paar jaar doen we ook zonnedaken. Erg mooie nieuwe lood aan onze struik of onze boom, waardoor we
voor grootschalige daken heel veel eigen zonne-energie kunnen opwekken. Nou, daar gaan we vandaag ook wat verder op in. Dit is een voorbeeld bij Dames Shipyards bijvoorbeeld. Daarnaast leveren we laadvoorzieningen. Dat doen we dynamisch. Dus dat betekent dat we auto's dynamisch kunnen laden afhankelijk van de beschikbaarheid van vermogen op die plek. En ook natuurlijk de hoeveelheid die batterij nog nodig heeft om volledig geladen te gaan worden. Dat doen we voor auto's, voor bussen, voor busjes, voor vrachtwagens, voor schepen, voor alles wat je maar kan bedenken. Nou, hier hebben we een heel portfolio opgebouwd van zaken die we kunnen leveren. We lossen congestieproblemen op. Nou, daar gaan we vandaag nog uitgebreid op in. Natuurlijk middenspanning, maar ook tussenbemetering, batterijen, energieinzicht. Als je tijdelijk bouwstroom nodig hebt, al deze zaken. Maar het allerleukste, en daar mag ik me gelukkig vaak mee bezighouden, integreren we die oplossingen ook als totaaloplossingen. En dat is wel altijd leuk om aan te werken. Nou, de achtergrond van de vraag van vandaag, van de vraag is, kan je zelfvoorzienend worden met zonne-energie? Ligt denk ik in de onzekerheid die er op dit moment heerst in de energiemarkt. Dus daar wilde ik eerst even op ingaan, omdat ik denk dat veel van aanwezigen, of bij het bedrijf waar ze werken, of de overheid waar ze werken, of misschien via vrienden of anderen horen dat er toch wel wat... Ja, bedrijven of in de moeilijkheden komen of hun ambities moeten bijstellen of niet verder kunnen doordat ja, zowel op het gebied van prijzen als überhaupt toegang tot energie dat het toch een steeds groter probleem is. Nou, een van die voorbeelden is netcongestie. Daar hoor je soms wat over in het nieuws en dat stapelt zich op eigenlijk. Dat een paar jaar geleden kwam dat voorzichtig de eerste keer in het nieuws. Misschien zelfs al 14, 15 jaar geleden kwam het wel eens. Ik zie daar wel mensen. Zo, kom eens hier zitten. Goedemiddag. Ik zie daar, sorry dat ik je onderstoor, Sanne. Ik zie iemand met camera en microfoon. Zou je alsjeblieft de camera en microfoon willen uitschakelen? Dankjewel. Maar goed, de netbeheerders hebben daar al wel voor gewaarschuwd. De politiek heeft daar niet op ingegrepen. En nu is het zover. Ja. We zitten nu. Ook welkom bij deze webinar. Zou u misschien de microfoon en de camera uit willen schakelen? Ik denk dat het goed is als je het hebt over netcongestie om altijd een onderscheid te maken tussen wat voor congestie hebben we het over. Want de netbeheerder maakt er ook een onderscheid tussen als je een aanvraag indient. Als jij bijvoorbeeld een nieuw zonnedak wil realiseren of nieuwe windmolens of een industrieel proces hebt waarbij je energie overhoudt en dat wil terugleveren op het net. Ja, dan zal je aan de netbeheerder op je transportovereenkomst vragen om terugleververmogen. En de netbeheerder noemt dat ODN, ontvangst door netbeheerder. En als ze dat niet meer hebben, ja, dan wordt er congestiemanagement toegepast. En op de kaart rechts kan je dus zien in welke gebieden er congestiemanagement wordt toegepast. Nou, rood betekent eigenlijk dat er feitelijk geen congestiemanagement meer wordt toegepast. Dat het antwoord gewoon is, voorlopig kunt u geen nieuwe capaciteit meer invoeren op het net hier. Er zit gewoon vol. Dat kan komen door dat de kabels vol zitten op het gebied van de lokale netbeheerder. Van Nexus of van Liander of van Stedin. Maar het kan ook op een hoger niveau zitten. Hè? Bijvoorbeeld bij een Tennet. Er kan ook al congestie plaatsvinden, waardoor hele grote gebieden het niet meer mogelijk is om nieuwe stroom in te voeren op het net. Nou, bij oranje betekent dat er congestiemanagement plaatsvindt. Dan gaat het net weer op zoek naar een oplossing. Dat is niet altijd op de korte termijn. Ja, dus dat kan ook nog steeds betekenen dat een project jaren vertraging oploopt. Of dat het onduidelijk is wanneer het wordt opgelost. Het kan ook betekenen dat je SDE-termijn dan gaat verlopen op enig moment. En dat je dus de subsidie die je had voor je zonnepark, ja, dat gaat verlopen. En dat dat dus niet meer geldig is op het moment dat jij kan aansluiten op het net. Nou, geel betekent eigenlijk dat er waarschuwing is gegeven van, hey, binnenkort gaat hier een probleem ontstaan. Nou, zoals je kan zien is een groot deel van Nederland is nu al een probleem of zit er een probleem aan te komen. En we zien ook dat het tempo van iets van geel naar oranje naar rood kan gaan, dat kan ook binnen
binnen enkele maanden zijn, waardoor het best lastig is voor een ontwikkelaar om te voorspellen of ze ergens wel of niet iets kunnen realiseren. Nou, waar komt dit nou door? Ja, dat komt eigenlijk doordat bij duurzame energieopwekking er een zeer hoge gelijktijdigheid is. Voor iedereen schijnt de zon ongeveer tegelijkertijd of waait de wind ongeveer tegelijkertijd. En dat betekent dat gewoon het hele netwerk overbelast raakt op hetzelfde moment. Daarnaast is de grond natuurlijk iets goedkoper in het landelijk gebied. Dat betekent dat het ook wat makkelijker is om dit soort projecten te realiseren daar. Maar ja, dan zijn de kabels ook dunner. Ja, dus dat betekent dat daar de problemen ook eerder wat groter zijn. Nou, waar wij dan naar kijken is, kan je een installatie realiseren die voornamelijk voor eigen gebruik is. Die zorgt voor lokaal direct verbruik van de energie. Daar kan je ook natuurlijk je verbruik op aanpassen. Dat je met voorspellingen probeert je auto bijvoorbeeld te laden op het moment dat er veel zonne-energie is. Je hebt ook nog de andere vorm van congestie. De impact is daarvan vaak zakelijk nog groter voor onze klanten. Want dat is levering door netbeheerder. Krijg je stroom geleverd vanaf het energienet? Nou, iets wat tot voor kort eigenlijk voor lief werd genomen. Iedereen ging ervan uit, als ik ergens een zaak open, dan krijg ik stroom. Dat is lang niet meer het geval, zoals je kan zien op deze kaart. De kleurcodering is hetzelfde. En belangrijke economische gebieden hebben op dit moment al grote verstoringen. Het havengebied van Amsterdam, de kop van Noord-Holland. Ook in de haven van Rotterdam zie je nu steeds meer naar de hele provincies Brabant, Limburg en Utrecht. Nou, het is nogal wat. Ja, dus dat zijn wel grote landelijke problemen, waar je dus niet zomaar een nieuw bedrijf kan openen. Dit geldt overigens niet voor woningen. Woningen worden altijd aangesloten. Maar goed, waar komt dit nou eigenlijk door? Nou, voor een deel is het hetzelfde als bij de andere congestie, is het wel degelijk overbelasting van het netwerk. Maar voor ook een heel groot deel is het gebrek aan inzicht en dat je kan sturen als netbeheerder in het gebruik. Dus je moet rekening houden met dat alle partijen op ieder moment mogen afnemen wat je ze hebt beloofd. En dat je daar geen inzicht in hebt wanneer ze dat dan gaan doen. Daarnaast zagen veel partijen deze problemen aankomen of hebben ze al eerder ervaren. Dus er zijn steeds meer reserveringen alvast te maken voor toekomstige uitbreidingen. Zoals ik ga naast mijn pand binnenkort een parkeergarage bouwen met elektrisch laden. Nou, dan ga ik dat nu alvast aanvragen. Of mijn fabriek gaat in 2026 verdubbelen. Nou, als ik nu alvast de aanvraag doe, heb ik de capaciteit beschikbaar. Waardoor de capaciteit die er was de afgelopen jaren ook enorm snel is geslonken. Daarnaast houdt de netbeheerder veel meer reserves aan voor levering dan voor teruglevering. Omdat ze die betrouwbaarheid van het net willen kunnen garanderen. Dus er is ook heel veel reservecapaciteit in het net wat wordt aangehouden om een zeer hoge leveringsbetrouwbaarheid te kunnen blijven garanderen. Nou, oplossingen zijn er natuurlijk ook. Je kan lokaal je stroom produceren met zonnepanelen, met generatoren, met fuel cells. Je kan lokaal capaciteit delen. Nou, daar ga ik allemaal zo meteen op in wat je allemaal kan doen om zonder dat je te veel gebruik maakt van het net aan je energie kan komen. Nou, vorig jaar was dan nog een ander dramatisch jaar, energiecrisis in Europa. Zeer hoge prijsvolatiliteit. Nou, dit zijn prijzen die een jaar van tevoren worden afgesproken, die ik hier heb laten zien. De Q3 23. Ja, als je die dus in het vorig jaar zou kopen, dan zou je deze prijzen hebben ervaren. Je ziet een enorme piek in augustus. Het heeft voornamelijk te maken met het afknijpen van de gasvoorraden in Europa door de oorlog in Oekraïne. Dat is ook al een jaar voor de oorlog begonnen. Dus is Rusland al actief begonnen met minder gas te leveren. En daarnaast hebben we helaas de afgelopen decennia, zou ik willen zeggen, veel te weinig geïnvesteerd in duurzame bronnen. Terwijl we inmiddels ook al minder zijn gaan investeren in fossiele bronnen. Dus de tempo waarin we nieuwe bronnen hebben toegevoegd is niet hoog genoeg geweest. En dan de botpech dat ook dit jaar heel veel verstoringen zijn geweest van kerncentrales in Frankrijk. Wat enorm veel import van elektriciteit in Frankrijk heeft veroorzaakt in plaats van export, wat normaal gesproken was. Nou, dit heeft allemaal voor een vrij rampzalig jaar gezorgd. Ik denk dat iedereen die hier zit daar wel de effecten van heeft meegekregen. Maar goed, je kan er ook wat aan doen. En gelukkig gaan we het daar vandaag over hebben.
De vraag is, kan je autonoom worden of kan je zelfvoorzienend worden met zon? Nou, gaan we eens kijken of dat kan. Ik zal 3 cases met jullie doornemen. Aan de hand van de cases probeer ik het inzicht te geven van hoe ver zijn we gekomen om zelfvoorzienend te worden met zon. En wat voor technieken passen we toe? We zitten hier toch met ingenieurs. Na iedere case is het leuk als er wat vragen zijn over de case, dan kunnen we die ook meteen beantwoorden. Ik heb meteen al een vraag gekregen van Jan-Kees Riescholte. Ik weet dat dit de invoering van duurzame energie niet stimuleert, maar zou het niet volmaakt logisch zijn dat elke decentrale opwekinstallatie verplicht ook een buffer heeft, zodat een overschot aan energie tenminste gebufferd kan worden tot het moment dat er weer meer vraag dan aanbod is? Dit lijkt me een volstrekt legitieme eis van de netbeheerder. Het is een goede vraag. Of je dat op deze manier wil verplichten, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden. Wat je wel al ziet is dat er nu ook eisen worden gesteld aan nieuwe zonneinstallaties, dat je meer vermogen hebt eigenlijk dan op de aansluiting past. En dat betekent eigenlijk dat je een natuurlijke curtailment krijgt. Dus je wordt gedwongen om in de zomerpiek een deel van je stroom feitelijk terug te schroeven, omdat je niet kwijt kan op het net. En ik denk dat dat ook zeer legitiem is, omdat je anders voor heel het jaar een claim legt op het net, terwijl je dat maar op 3% van de tijd ga je dat daadwerkelijk inzetten. Dus dat is denk ik een goed ontwerpcriterium waarmee je het net al minder belast. Of je daar ook opslag aan toe moet voegen en hoeveel opslag, daar kan je best over nadenken eigenlijk. Je kan ook denken aan direct verbruik. Dat is eigenlijk de tweede case die ik wil presenteren. Dat is natuurlijk ook een manier waarop je het net minder ontlast of minder belast. Dus ik denk dat er ook wel door dingen te verplichten moet je misschien oppassen dat je andere oplossingsrichtingen weer af gaat snijden. Dus je moet altijd kijken wat is dan het effect op alle andere oplossingen. Ik ben wat dat betreft wel wat meer voor neutraliteit in je technische oplossing. En dat je dus liever oplegt dat je het net niet te veel mag belasten. En hoe je dat dan doet, dat je dat dan zelf mag weten. Ik hoop dat de vraag beantwoordt, anders dan komen we er zo meteen nog even op terug. Misschien nog een andere. Je kan ook, tenminste een opmerking meer. Je kan ook energie uitwisselen met andere bedrijven in de buurt. Grote verbruikers. Janine Rissenbreek. Nou, dat kunnen we zeker. En dat is de derde case. Daar gaan we het over hebben. Dus daar kom ik op terug. De eerste case die ik wilde bespreken was eigenlijk een individuele case. Die kwam voort uit het feit dat in 2020 er congesties afgekondigd op Schip Trade Park. Daar is door de netbeheerder verteld aan de partijen die daar aan het ontwikkelen waren van helaas, uw buurman was net op tijd met de bouwvergunning en daarmee ook de aanvraag van capaciteit. Maar u bent net te laat. Dus we gaan geen stroom leveren aan uw pand. Nou, dat is natuurlijk voor ontwikkelaars die daar op zo'n, ik zou kunnen zeggen, premium stukje grond zitten, best wel een ramp. Er waren veel potentiële huurders die daar gebruik van wilden maken, die vlak naar Schiphol wilden zitten met een logistieke operatie. Dus die wilden toch door. En een aantal van die partijen zijn ook doorgegaan, onder andere met ons, om toch een oplossing te vinden. Om op andere manier te zorgen dat er stroom is voor een huurder. Nou, de oplossing waar wij mee zijn gekomen, hebben wij Virtual Grid gedoopt. Virtual, omdat je van het grid eigenlijk niet veel mag afnemen. Maar aan de andere kant wel grid, want voor de huurder moet het lijken alsof er niks aan de hand is. Ja, dus het uitgangspunt is steeds, het moet eigenlijk een zo gewoon mogelijke situatie opleveren voor de gebruiker van het pand. Ook al zit er heel veel techniek achter, die misschien niet zo gewoon is als je een distributiecentrum gaat openen en een pand gaat verhuren. Hoe hebben wij dat opgelost? We zijn in eerste instantie gaan kijken hoeveel stroom kunnen we lokaal opwekken met zonne-energie, waar het ook vandaag over gaat. We hebben dat hele dak bij deze cases helemaal geoptimaliseerd om daar zoveel mogelijk panelen op te leggen. Echt denken dat iedere vierkante meter die veilig benut kon worden, die hebben we benut om daar zonnepanelen op te leggen. In Oost-West oriëntatie, dat zorgt automatisch ook voor een profiel van opwekking
wat langer energie levert. Dus niet alleen midden op de dag, maar ook 's ochtends vroeg en in de middag wat langer energie levert, maar ook 's winters meer energie oplevert. Daarnaast hebben we gekeken in welke combinatie wij strokenpanelen aansluiten op onze omvormers. En als je dus meer panelen per omvormer aansluit dan nominaal, dus eigenlijk dan 1-op-1. Wij hebben op sommige panden meer dan 200% gedaan. Dan heb je 's ochtends en 's middags, als er wat minder zon is, toch nog het volledige vermogen van die omvormer beschikbaar uit je panelen. Dat zorgt ervoor dat je, dat je langduriger in de dag op het optimale omzetting van je omvormer zit. Hij presteert beter als die meer dan 70% belast wordt. Dat zorgt weer dat je ook daarmee 's ochtends en ook weer in de winter meer energie gaat produceren. Dat zal je ook zien ergens aan het einde van mijn presentatie, dat we ook in december nog steeds ontzettend veel energie produceren. Dus dat is één. Hoeveel kan je uit die zon brengen? Nou, dat hebben we geoptimaliseerd en je zal zo zien dat het ongeveer de helft van wat het pand verbruikt. Nou, dan heb je toch nog andere bronnen nodig als je het niet uit het net kan krijgen. Gezien de doorlooptijd die we hadden tot realisatie ook de robuustheid die werd geëist, hebben we een systeem ontwikkeld waar dan de tweede baseload vanuit gasgeneratoren komt. De gasgeneratoren zullen soms onderhoud hebben, soms verstoringen. Dus dan zullen we een batterij inzetten om die verstoringen meteen zonder dat daar in het pand iets van wordt gemerkt over te nemen. Een batterij kan binnen één cyclus kan die al reageren. Echt, het is milliseconden werk. Daarnaast kan de batterij steploads opvangen. Dus als bijvoorbeeld alle verlichting wordt uitgezet in het pand of aangezet, of alle warmtepompen slaan aan. Ook als er een verstoring is net, dan kunnen wij zeer snel afschakelen en op eilandbedrijf verder. En dan kan de batterij ook gridvormend zijn en dan kunnen wij gewoon verder met het pand. Daarnaast hebben we backups. Dus met ook nog een diesel, dus de tweede backup. En zo zorgen wij voor meerdere lagen van veiligheid. Nou, we meten altijd alles real-time in het netwerk. Als het nodig is, dan schroeven we de laadpalen wat terug. En als we bijvoorbeeld op diesel moeten draaien, dan gaan we daar geen auto's mee laden, om maar iets te noemen. En zo houden we alles in balans. Dus zo is het systeem ontwikkeld als een microgrid wat nog wel aan het net hangt, maar daar zeer beperkend mee om mag gaan. Nou, wat is het resultaat daarvan? Dat is de vraag, kan je daar zelfvoorzienend mee worden? Nou, niet helemaal zoals je hier kan zien. Voor deze cases kwamen we zo rond de 50-55% aan de energie die we uit de zon kunnen halen, kunnen we ook in het pand kwijt. Al dan niet door het eerst op te slaan in de batterijen. En toch 's winters en ook 's nachts, soms moeten de generatoren bijgezet worden om toch het vermogen te kunnen leveren dat op dat moment nodig is. We hebben wel een enorm overschot, dat kan je ook zien. 5 gigawattuur, wat we gelukkig op deze locatie wel mogen terugvoeren het net in. Dat zorgt er wel voor dat die panelen die op het dak liggen ook echt rendabel zijn. Nou, heb ik ook nog nagedacht, hoe kan je die zelfvoorzienendheid nou nog een stapje verder nemen? Stel dat je iets meer tijd had om een project te ontwikkelen en neer te zetten. Kan je dan meer doen? Ik denk van wel. Je kan een electrolyzer neerzetten om van de zonnestroom die je hebt, om er waterstof van te maken. Of je kan bijvoorbeeld een battleizer in plaats van een batterij neerzetten. Een battleizer is feitelijk een batterij die als die voller begint te raken en hoe voller die is, steeds meer waterstof begint te produceren. Dus het is eigenlijk een elektrolyzer en een batterij in één. Vandaar de naam ook. Met zo'n soort extra investering kan je natuurlijk die zonne-energie die je anders op het net zou zetten, of als het niet mag op die plek op het net zetten, omdat je ook congestie ontvangsternetbeheerder hebt, zou je dan waterstof kunnen produceren, om maar iets te noemen. Nou, die waterstof zou je in sommige gevallen kwijt kunnen in een waterstofbackbone. En dan op andere momenten hou je dat eruit. En dan kan je daar je een dual fuel gasgenerator mee voeden. Dus eentje die op zowel waterstof als op aardgas kan. Of bijvoorbeeld een brandstofcel die gewoon op waterstof draait.
Dus op die manier zou je een groot deel van de energie die je nodig hebt in die generatoren ook weer uit diezelfde waterstof kunnen halen die je op een ander moment op het net zet. Nou, met alle verliezen zou je aan 5 gigawattuur aan overtollige zonnestroom waarmee je waterstof kan maken net niet voldoende hebben om al deze elektriciteit op te wekken. Maar ik denk dat je een heel eind kan komen. Het is volledig zelfvoorzienend. Nou, in deze voorbeelden nog niet, maar we komen wel in de buurt. Nou, wat zijn dan mijn conclusies, hè, als je het individueel gaat oplossen? Nou, dus autonomie is wellicht wel mogelijk, maar ook wel kostbaar. Ik denk dat je toch uiteindelijk, hè, dat volgende voorbeelden economisch gezien wat aansprekender zullen zijn. Maar toch, hè, we kunnen in veel gevallen een baseload van 55% leveren met zonne-energie. Dus dat is nog best wel een aanzienlijk aandeel wat we dat op die manier kunnen realiseren. We kunnen een stabiel systeem creëren. Dat is ook van belang. Hè. Voor de huurder is het gewoon alsof ze aan het net vasthangen. En in sommige gevallen hebben we zelfs een systeem gecreëerd wat robuuster is dan de netaansluiting. Daarnaast nemen we ook load management mee. Dan kan je load management van warmte en van laden kan je meenemen in het systeem. En daarmee kan je nog meer sturen. Ja, dat is het verbruik en de productie met elkaar gaat matchen. Er zijn ook wel uitdagingen. Nou, helemaal zonder fossiel lukt het op dit moment nog niet. Ja, dus wij komen toch nog 120 gram CO2-emissies per kilowattuur. Nou, dat is wel een stuk minder dan landelijk gemiddeld. Afgelopen jaar was het ongeveer 300 in Nederland. Dus het is wel een heel stuk schoner, de stroom, maar het is nog niet nul. En als je geen teruglevering op het net hebt, dan zorgt dat natuurlijk ook voor extra uitdagingen, omdat je dan je zonnestroom niet kwijt kan op alle momenten. En dat doet de business case weer wat pijn. Er zijn gelukkig veel ontwikkelingen op het gebied van waterstofproductie, omzetting, andere chemische omzettingen, langetermijnopslag, flowbatterijen, warmtebatterijen. Dus er zitten gelukkig veel dingen aan te komen die dit soort cases kunnen versterken. En wellicht, sommige mensen publiek werken daar misschien zelfs aan. Dus daar hoor ik graag over dit soort ontwikkelingen. Dat we ook in de toekomst steeds meer die leveringszekerheid kunnen creëren voor dit soort partijen. Zijn er vragen over dit stuk? Ik heb diverse vragen hier genoteerd. Ja. De vraag die Freek Schermers aangeeft. Waarom zou je dit op microniveau willen regelen en niet op lands- of regioniveau? Het heeft meestal met tijd te maken. Ja, dus deze partijen hebben bijvoorbeeld een huurder die er over 10 maanden in wil of over 14 maanden in wil. En als je netcongestie hebt, dan zegt de netbeheerder vaak in 2029 bent u de eerste. Of wij weten nog niet zeker wat de planning is, want er lopen nog procedures bij de Raad van State. Ja, voor partijen die toch een pand willen realiseren, zijn dat geen termijnen waar ze op kunnen wachten. En die zoeken dan naar een individuele oplossing. Ja, precies. Mooi. Het is niet uit luxe dat je dit op deze manier doet. Nee. Dat heb ik ook van de diverse kanten begrepen. Ja. Marcel Butus heeft een mooie vraag. Als we dit alles in context van congestie plaatsen, is het dan niet relevanter om naar piekvermogens te kijken in plaats van energiestromen? Zeker. Als ik ontwerp, dan kijk ik naar piekvermogens. Dus die installatie kan altijd volledige piek leveren van wat daar in het pand gaat gebeuren. En afhankelijk van de eis van de klant, zou je op sommige momenten wel ook op het piekvermogen volledige redundantie hebben. Of nou ja, waar de foto van het beeld staat, zelfs dubbele redundantie. Dus op het moment dat zij de piek vragen, hebben wij nog steeds altijd twee systemen achterhand die ook die volledige piek kunnen leveren. Dat is niet altijd noodzakelijk. Je kan je voorstellen dat als er in een logistiek gebouw speelgoed wordt opgeslagen of karton, ik noem maar wat, dan zal het niet zo erg zijn als af en toe het systeem uitvalt. Dus dan kunnen wij op de piek, kan het zijn dat wij meerdere systemen inzetten die misschien op een ander moment voor redundantie zorgen, maar die dan gezamenlijk die piek kunnen leveren. Dus er wordt wel echt gekeken, het is een maatpak, is het allemaal noodzakelijk? Ja, precies. Niels Zwartkruis heeft nog een vraag over het rendement van bij elektrolyse om waterstof te maken. En dan gaat meteen al een discussie rond wat het ongeveer zou moeten zijn.
Nou, dan ben ik heel benieuwd naar die discussie, want uit mijn hoofd zou ik dat ook niet zo kunnen beantwoorden. Als ik uit de heup zou moeten schieten, dan denk ik dat je van stroom waterstof maken en weer terug stroom maken, dat je in ieder geval richting de 40%, 50% komt in de meest optimale cyclus. Maar kijk, er werken allemaal mensen aan technologieën die al dan niet wel of niet beschikbaar zijn op de markt op dit moment. Om dit weer te verbeteren. Er zit ook in waterstof een enorme ontwikkeling om ook dit soort processen te verbeteren. Dus het is ook logisch dat er discussie over is. Dat als je rekent met de allernieuwste technologieën die misschien wel al gemaakt zijn, maar niet per se commercieel beschikbaar, zou je op hogere getallen uitkomen dan als je nu vandaag iets moet bestellen wat over 9 maanden klaar is. Ja, er komt natuurlijk ook nog bij dat met waterstof dat je het moet comprimeren. Dus daar komt natuurlijk ook nog een aardig verlies eigenlijk om de hoek kijken. Kijk, als je het op eigen terrein gaat opslaan, moet je het al die tijd koelen of onder druk houden. En dat zijn allemaal systemen die continu energie zullen vragen. En als je het in een waterstof backbone stopt, ja, dan exporteer je dat probleem naar iemand anders die waterstof ergens gaat opslaan. Dus dat is ook maar een beetje waar je systeemgrens legt. Ja, dat is inderdaad een goede opmerking. Marcel Butes heeft nog een vraag. Welke opslag op de reguliere kilowattuurprijs brengt een dergelijke installatie met zich mee? Voor in dit geval de klanten van Schiphol Trade Park. De huurder merkt er niet zo heel erg veel van. De opslag die we aan de huurder vragen, die is iets hoger dan je bij een normale energieleverancier zou hebben. Dus als je bij een van onze grote leveranciers van voor groot verbruik stroomcontract afsluit, dan zal er ook altijd een kleine marge ten opzichte van de trading zitten. Bij Joules is dat ook zo. En die is misschien 1 cent of 2 cent meer dan normaal. Maar dat is niet waar een huurder over zou vallen. Het is wel dat de ontwikkelaar van pand, die zal ons een vergoeding moeten betalen voor wat wij dan de onrendabele top noemen. Dus dat de installatie feitelijk gemiddeld gezien duurdere stroom maakt dan de stroom van het net. Terwijl dat wel de referentieprijs is die de huurder betaalt aan ons. En dan heb je het al gauw over enkele miljoenen. Ja, dus het zal niet goedkoper worden dan 1,5 miljoen, denk ik, voor zijn standalone-oplossing. Het is ook vaak duurder dan een paar miljoen. Dus het wordt ook weer geen 10 miljoen. Dus het is een beetje de waar het tussen zit. Ja, precies. Even kijken hoor. Het is meneer Plas, is dat volgens mij, of mevrouw Plas, dat kan ik niet zo goed zien. Over welke oppervlak praat je om dit soort installaties lonend te maken? Want zoals je al aangaf, het is onvoldoende om ook waterstof te maken. Ja, ik denk dat het kleinste oppervlak, ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, het hangt van het belang van wat je in het pand gaat doen. Als je per se door wil met die ontwikkeling, als de business case van wat er in dat pand gaat gebeuren heel erg sterk is, dat is de driver die zegt van ga ik investeren in zo'n installatie. En wij zien wel in logistieke hallen, begint het wel meestal bij 20.000 en eigenlijk vaker nog bij 30.000 vierkante meter. Mm-hmm. Maar er zijn ook kantoren, ook voor woningen hebben vragen uitstaan, voor tijdelijke woningen. Dus het hangt van het belang van wat je gaat doen af. Dus het is natuurlijk wat ik zeg, die onrendabele top die aan een leverancier van dit soort oplossingen betaald moet worden. Die moet ergens uit betaald worden. En het hangt dus af wat je gaat doen, of je dat wil betalen. Ja, precies. Vraag op een hele andere vlak. Wordt de gasgenerator ook als WKK gebruikt in de winter voor verwarming? Tot nu toe niet. En dat komt omdat de congestieperiodes tot nu toe, wat we hebben gezien, zo rond de 5 jaar liggen. Om daarvoor een heel ander warmtesysteem aan te leggen, dat wilden ook onze meeste klanten niet en hebben we ze ook niet geadviseerd. En zij verwarmen de panden all-electric. En het is het is zonde om de warmte door de pijp naar buiten te laten gaan, dat klopt. Aan de andere kant is het ook zonde om na een paar jaar de grond weer open te moeten maken en allerlei voorzieningen te moeten treffen. Dus wij leveren de warmte niet uit de WKK. Oké.
Als we dan toch over de generator hebben. Hoe lastig is het om de CO2 af te vangen op een lagere uitstoot uit te komen? Nou, ik wil niet zeggen onmogelijk, maar voor een installatie als deze zou ik bijna zeggen niet mogelijk. Het is voor grootschalige energiecentrales is wel gekeken naar CO2 uit rookgas verwijderen. Dat is een ontzettend kostbaar en complex proces. Vaak moet je denken dat de investering voor bijvoorbeeld de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in is dat 2008 geweest of zo, dat die ongeveer online zijn gegaan, iets later nog. Daar is wel gekeken naar CO2-opslag. Nou, de investeringen voor die CO2-verwijdering bedoel ik, zijn vergelijkbaar met de kosten van de hele centrale. En dan gaat ook nog eens het rendement van je centrale enorm achteruit, omdat je tegendruk krijgt in je rookgassen. Nou, dat zie ik voor zo'n kleine installatie niet als haalbaar. Ja, precies. Nou, dat is wel heel eerlijk geantwoord, moet ik zeggen. Je kan bijvoorbeeld beter groen gas inkopen, om maar iets te noemen. Ja. En dan heb je het aan de voorkant afgevangen, namelijk bij de bron, waar het gas van gemaakt is. Ja, precies. Als je het goed vindt, misschien moeten we ook even verder, of is er nog wat prangende... Nou, er zijn er genoeg vragen, hoor. Dus wat dat betreft kijk je... We gaan verder met je presentatie. Dat is leuk. We zijn ook een stapje verder gaan denken. Want zon is natuurlijk mooi, maar het is ook een profiel wat enorm seizoensgebonden is. In de zomer heb je er gewoon heel veel meer van dan in de winter. Dan heb je het al gauw factor 10. Gelukkig heb je nog andere bronnen die over het jaar heen een wat stabielere levering van energie hebben. En sterker nog, wind heeft in de winter een klein beetje meer dan in de zomer gemiddeld. Dus dat is een fijn aanvullend profiel. We gebruiken dat overigens ook op plekken waar er geen congestie is. En dan kan je gewoon je contractvoorwaarden mee verbeteren. Als je een stukje wind inkoopt en zon zelf produceert. Dat betekent dat je eigenlijk heel veel van de stroom die je gaat afnemen in een jaar langdurig kan vastleggen. En weet wat het de komende 10 jaar gaat kosten om stroom te verbruiken. Maar je kan het natuurlijk ook gebruiken om congestie mee op te lossen. Ja, als er al een windpark ligt. Of een aantal windmolens staan, moet ik dan wel zeggen, want de realisatietijd voor een windmolen ligt ook zo rond de 7 jaar. Dus dat is voor iemand die over een jaar open wil met een pand, is dat niet echt een oplossing. Maar vaak zijn er wel windparken in de buurt te vinden. En dan zou je natuurlijk kunnen kijken, kan ik met een directe lijn uit dat windpark die stroom afnemen die ze daar produceren. Daarmee kan je het net enorm ontlasten, want die stroom hoeft het net niet meer op. En zorgt dan verderop met het net niet voor congestie. En tegelijkertijd kan jij ook nog eens je eigen energielevering een heel stuk verbeteren. Soms kan je ook nog een CBC krijgen, zoals dat heet. Een capaciteitsbeperkingscontract. En dat betekent dat je wel 's nachts iets mag afnemen van het net. Nou, zo kan je gaan combineren met batterijen, met wind. En met zon, om te kijken van nou kan ik dan toch wat je uit de generator moet halen, kan ik dat tot een minimum beperken? Nou, het antwoord is wel, daar kan je heel ver mee komen. Als je naar de energiebalans van zo'n soort systeem kijkt, dus het is dan uit een daadwerkelijke casus die we op dit moment aan het uitwerken zijn, nou, dan zie je dat windpark voor 71% plus de zon die er is op het dak van het distributiecentrum, dat gezamenlijk kan 71% van de energie leveren. Nou, dat is ontzettend veel. Daarnaast kunnen we op die plek ook nog met een CBC, dus een contract waarbij je bloktijden hebt om stroom af te nemen, nog bijna 20% leveren. Waardoor we eigenlijk minder dan 10% gasgeneratoren hoeven te realiseren. Nou, het nadeel is natuurlijk wel dat je nog steeds kan hebben dat je buiten je bloktijd geen wind en geen zon kan hebben. Dus die vraag over die piekvraag, die blijf je houden. Dus dat moet je kunnen leveren. De investeringen zijn nog steeds aanzienlijk. Maar je operationele kosten liggen wel heel stuk lager als je gasgeneratoren vooral hebt voor die paar momenten dat het moeilijk is. Dus die minder dan 10%. Dus dit is een hele goede manier om aanvullend een eigen oplossing te creëren lokaal, waarmee je ook nog eens voor de omgeving creëert, het voordeel creëert dat daar het net wordt ontlast.
omdat die stroom niet allemaal net op wordt geduwd, maar zoveel mogelijk lokaal wordt geconsumeerd. Dus ja, wat is daar nu mogelijk? Een baseload tot 25% met PV en wind. Nou, dat is echt een goede hoeveelheid van je energie waar je onafhankelijk wordt van het net. Grote prijsstabiliteit, dat is ook heel fijn. Je kan voor heel lang kan je prijzen vastleggen. Of door je investeringen zelf te doen, ook voorspelbaar maken. Het net wordt ontlast. Je kan duurzame energie gebruiken. Dat is ook voor je eigen doelstellingen, denk ik, van belang. Er zijn natuurlijk ook wel uitdagingen. Nog steeds niet helemaal zonder fossiel is het ons daar gelukt. Dus graag als hier mensen zijn die zeggen, nou, ik heb geweldige oplossingen voor handen, dan hoor ik ze altijd graag. Want we zijn er nog steeds niet. Nog steeds 75 gram CO2 per kilowattuur gemiddeld dat we daar zullen uitstoten. Dus de weg naar nul is nog niet helemaal gevonden. Daarnaast zorgt zo'n aansluiting op een wind- of een zonnepark ook vaak voor lastige publiek-private zaken. Er gaan dan weer kabels over het publiek terrein. De ACM gaat eens meekijken of alles wel goed gaat. Juridisch betekent dat voor risico's. Dus ja, dat zijn wel uitdagingen. Het ligt niet altijd even voor de hand hoe je dat moet oplossen voorhand. En onder tijdsdruk is het wel lastig om dan toch beslissingen te nemen, terwijl er nog juridische risico's lopen. En proceduretijd van windmolens is ontzettend lang. Je kan ze binnen een paar maanden neerzetten, dat is geen enkel probleem. Alleen de tijd ervoor, voordat je toestemming krijgt, is enorm lang. Daardoor werkt het niet voor plekken waar ze nog niet staan. Tenzij we daar wat aan kunnen doen met z'n allen natuurlijk. Dus dat is wel ook echt een uitdaging. Zijn hier vragen over? Ja, er zijn genoeg vragen binnengekomen. Even kijken, ik heb hier bijvoorbeeld de eerste van Tino. Wat is de round-out trip efficiëntie van een iron flow battery? Ik weet niet of ik daar bij jou aan het goede adres ben. Volgens mij van iron flow battery ligt die rond de 75. Maar ook dat is weer heel erg afhankelijk van of je kijkt naar wat voor techniek je nu kan kopen. En wat er in het lab is bereikt met dit soort batterijen. Dus dat is gewoon, ja, het is ook een beetje afhankelijk van hoe je deze vraag stelt. Er is vaak meer mogelijk dan wat je nu kan kopen. Maar dat is wel een stuk lager dan bij lithium batterijen. Oké. Nee, dat klopt er inderdaad wel. Dit is ook wel een hele mooie. Waarom onze gascentrales nog niet omgebouwd zijn naar waterstof? Waarom zeg ik dat nou zo mooi? Want we hebben in onze vorige webinar hebben wij een sessie gehad over ijzerpoeder. Om dat te gebruiken als brandstof voor onze gascentrales. Dus ik moest even lachen toen ik deze vraag las. In het kort, er is heel weinig waterstof voorhanden. Bijna alle waterstof die we in Nederland hebben, is al gecontracteerd voor allerlei industriële processen. En dat is allemaal grijze waterstof. Dus die komt allemaal uit fossiele bronnen. Dus ik zeg wel allemaal, maar daarmee bedoel ik 99%. Dus de hoeveelheid groene waterstof is ontzettend laag. Dus dat betekent eigenlijk dat je op dit moment met een slechtere omzetverhouding van eerst van een fossiele bron waterstof gaat maken en vervolgens weer elektriciteit in plaats van de fossiele bron direct in te zetten in de energiecentrale. Dus op dit moment levert dat geen voordelen op om waterstof over te gaan. Dus het zou pas zo zijn als je grootschalig waterstof kan importeren, bijvoorbeeld uit landen in de Sahara of helemaal uit Australië of dat soort zaken. Al moet je daar ook oppassen, want gedurende transport en opslag heb je ook lekkage van waterstof. En dat is ook een broeikasgas. Dus de vraag is of je daarmee ook weer niet een nieuw probleem creëert. We zijn er nog niet helemaal op dat vlak. Nee, dat geloof ik niet. Er wordt hard aan gewerkt, hè? Dus hopelijk komen die oplossingen wel. Maar we hebben nog niet het lek dicht, om zo te zeggen. Ik denk meteen al van, als iedereen nou op de hoogte wil blijven. Wat ik al zei in de intro, zie kiwi.nl. Ja. Daar blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Even kijken wat nog misschien... Ik vind het ook wel goed om te melden. Hè? Port of Rotterdam doet heel veel op het gebied van waterstof. Ook toekomstige ontwikkelingen. Dus die zullen daar ook veel over publiceren. Dat is ook leuk om in de gaten te houden.
Hele goede tip. Even kijken, een mooie vraag. Ja, moet hier nog even rekening gehouden worden bij het realiseren van nieuwe woonwijken? Als ik kijk naar de voorbeelden die je nou net opnoemt. De twee. Nou, ik denk wel, dat meer gerelateerd aan mijn volgende voorbeeld, is dat als je gaat samenwerken lokaal, dat je dan niet per se alleen maar naar bedrijventerreinen hoeft te kijken, maar dat je juist ook woonwijken kan meenemen. Vooral omdat als mensen aan het werk zijn, ze meestal niet thuis zijn. Als ze thuis zijn, meestal niet aan het werk. Dus de tijden waarop je de energie nodig hebt, die zijn anders. En die verschuiving is wel heel nuttig voor een systeem. Dat niet iedereen tegelijkertijd zijn energie nodig heeft. Dus in die zin is het denk ik zeker nuttig om daar ook woonwijken in te betrekken in dat soort plannen. En dus ook als je aan ruimtelijke ontwikkeling doet, dat je goed kijkt naar de energiebehoefte die er gaat ontstaan in de toekomst, zowel voor elektriciteit als voor warmte. En dat je dat ook meeneemt in je plannen, vroegtijdig. En niet halverwege de plannen erachter komt dat een knelpunt gaat zijn. Misschien sluit dat even goed aan bij het volgende onderwerp. Een mooi bruggetje. Oplossing. Sorry, ja? Mooi bruggetje. Ja, dank je wel. kijk, ik let namelijk een klein beetje op de tijd. Je kan natuurlijk, en dat zijn we ook gaan doen, onder andere op het Schiphol Trade Park gaan kijken van, is het nou wel nodig dat iedereen dit individueel gaat oplossen? Er werd ook al vraag gesteld over piekmomenten. Ja, piekmomenten zijn niet voor iedereen op hetzelfde moment. Dus je legt hele installaties aan die voor één iemand het piekmoment oplossen, terwijl iemand anders op een ander moment zijn piek heeft. Kan je niet beter gaan samenwerken? Het fijne daar was, er werd een heel nieuw net door Liander uitgerold. Daar konden we al rekening mee houden. Hoe de kabels, bij wie die worden aangesloten, waar er veel productie is, waar er veel consumptie is. Het nadeel was dat die kabels niet voldoende gevoed konden worden vanuit het publieke net. Dus vandaar dat er wel congestie was. En zeggen, kijk, kun je hier niet boven zo'n microgrid op een locatie een virtual power plant leggen, die meerdere locaties en meerdere assets als één machine laat samenwerken. Nou, die weg zijn we ingeslagen met z'n allen. En het middel wat we daarvoor hebben gebruikt is om een energiecollectief op te richten. Een coöperatie is dat, waar partijen lid van worden. En als je een aansluiting hebt in dat gebied, op het net van Liander, dan mag je lid worden. Dat is de enige eis om lid te worden van het energiecollectief. Dus het is voor iedereen in het gebied beschikbaar. En we hadden een aantal partijen die hadden gecontracteerd transportvermogen. Die waren dus vroeg bij, die hadden snel een bouwvergunning. En die delen in het collectief het transportvermogen wat zij hebben met de andere leden. Dat is wat te zeggen. Stel je, ik heb 1000 kilowatt op mijn contract staan, maar ik gebruik om 3 uur 's middags gebruik ik maar 300 kilowatt. Dan heb je nog 700 wat andere leden van het collectief kunnen gebruiken om op dat moment hun stroom af te nemen. Nou, daarvoor krijgen ze een kleine vergoeding. Je moet echt denken aan voor de moeite. Dus dat betekent eind van het jaar kan je daar misschien met het bedrijf mee uit eten, maar het is geen verdienmodel of zo. We doen het echt om met z'n allen een probleem, een knelpunt in de energietransitie op te lossen. Dan heb je ook nog partijen zonder gecontracteerd transportvermogen, die dus net te laat waren. Nou, die leveren een bijdrage voor die vergoeding. En je hebt partijen die zetten bijvoorbeeld batterijen neer, generatoren, net zoals Joules. Die gaan die inbrengen in het collectief en die laten die centraal aansturen door de service provider. Nou, daar wordt ook een vergoeding voor betaald en dat gaat op basis van kosten. Dus we hebben gewoon onze kosten gepubliceerd naar de service provider en die heeft uitgerekend wat voor vergoeding daar tegenover moet staan. Het collectief zelf verdient dus niks. Sluist geld door tussen de leden, zodat het gewoon eerlijk is. Nou, we hebben als collectief een balanceercontract met Liander, waarin we eigenlijk stellen dat wij ervoor zorgen dat wij met z'n allen de hoeveelheid capaciteit die in het gebied is onder controle houden en dus nooit meer zullen verbruiken dan wat Liander kan leveren. En zo'n contract hebben we natuurlijk ook weer met onze service provider die de virtual power plant levert, om dat dan weer voor ons te organiseren. Het is wel zo dat iedereen gewoon een normale aansluiting heeft op het net. Dus gewoon in dit geval meestal een middenspanningsaansluiting op 2 MVA. Op de 10 kV ring van Liander. En die hebben dus gewoon een overdrachtspunt. En dat betekent dat ze gewoon bij het energiebedrijf een contract kunnen afsluiten.
En de stroom kunnen afnemen. Dus het collectief handelt niet in stroom. Het enige wat wij doen is zorgen voor balans in het net op die plek. Nou, om een goed inzicht te geven of dit nou werkt, heb ik even wat screenshots vanuit het systeem wat ons real-time kan laten zien wat er wordt verbruikt op enig moment. Ik heb wel, wat je misschien kan zien, hieronder alle panden geanonimiseerd. Dus je ziet alleen ons taalgebruik. Wij moeten altijd met z'n allen onder de groene lijn blijven. Dat is eigenlijk de capaciteit die Lianne beschikbaar heeft voor het hele gebied. Dat betekent, hè, de zes partijen hadden dat gezamenlijk op hun contract. En Lianne heeft gekeken, kunnen we dat ook echt leveren? Kunnen we dat gelijktijdig op dat moment leveren? Nou, dat is wat we krijgen om met z'n allen te delen. De grijze lijn is hoeveel energie we daadwerkelijk afnemen, of als het onder de nul zakt, invoeren op het net. En je kan dus ook wel echt zien dat we in december nog steeds bijna dagelijks een piek hebben waarbij we terugleveren op het net. Waarbij de zonne-energie groter is dan het verbruik op dat moment. Nou, in de zomer zal deze grafiek nog extremer zijn. Dan zal je zien dat we echt veel meer energie terug gaan leveren dan dat we afnemen op enig moment. Nou, dit was voor ons een hele goede testcase. Dit is de eerste winter en er zat natuurlijk ook een week in waarin het extreem koud was. Of, nou ja, extreem koud. Het kan wel kouder, maar voor de afgelopen jaren waren het niet zo erg koud is geweest. Was dit een van de koudste weken. En ook daar zie je dat we zelfs in de pieken, die zitten meestal 's ochtends voordat de zon inkomt, maar dan worden die panden allemaal verwarmd na een nacht dat het koud is geweest. Die pieken die zitten elke keer zo maximaal rond de 27% van onze capaciteit. Nou, de hoogste piek komt op 1,4 megawatt, dus dat is een instantane piek. In de resolutie wordt die piek gemeten van volgens mij een minuut, dacht ik. 1,4 megawatt, nou, wat natuurlijk nog steeds minder dan de helft is van onze beschikbare capaciteit op die plek op dat moment. Nou moet er wel bij gezegd worden, dit was weliswaar een hele koude week, maar we zitten ook nog in de opstartfase. De panden worden steeds meer in gebruik genomen, ingericht. Ook nog niet alle panden in het gebied zijn opgeleverd. Dus volgende winter wordt de testcase nog wat strenger. Aan de andere kant, we hebben hier nog geen gasgenerator aangezet. In de allerkoudste. Ja, dus de batterijen zijn nog niet aangesproken voor bijspringen. En de gasgeneratoren zijn nog niet bijgesprongen. Dus we konden nu nog in de allerkoudste week gewoon puur op de beschikbare capaciteit uit het net. Door het met elkaar te delen en het real-time in de gaten te houden. Konden wij gewoon al die bedrijven in stroom leveren. Nog heel even over het profiel. Middernacht is ongeveer hier als die op zijn laagst ligt. En je ziet dus een opbouw naar de ochtend als de warmtepomp aangaan. Hier zie je het heel duidelijk. En als de zon doorbreekt, dan zie je dat al die hectares van zonnepanelen die op die daken liggen enorm gaan produceren. En dat profiel wegdrukken. Nou, daarna neemt natuurlijk in de winter dat best wel snel ook weer af. In de zomer zal je een langdurige piek zien. Krijg je nog s'avonds, of het is aan het eind van de middag nog de verwarming. En dan zie je ook dat daarna de verwarming weer wat lager gaat. En het pand mag afkoelen. En dan stijgt het daarna weer. Dus dat is een beetje hoe een dag eruit ziet. Dit is dus van alle panden gezamenlijk. Er zit ook een hotel op het Schiphol Trade Park. Dus die heeft een heel fijn verschoven profiel. Die zal wat meer s'avonds en s'nachts aan energie verbruiken. Terwijl de meeste panden gewoon een dagoperatie hebben. De meeste zijn niet 24 uur. Nou, wat levert dit op? Dit is nog een prognose. Die is berekend vorig jaar voor dit jaar. Op basis van alle energiesystemen is er door Spectral doorgerekend van nou, wat gaan we dan aan energie verbruiken? Dit is een conservatieve prognose, want we zitten nu in februari en we hebben nog steeds geen gas aangezet. Dus wat je kan zien, dat paarse, dat zijn de stuurbare assets, dat zijn deelbatterijen, maar als die op zijn, is dat een gasgenerator. Nou, dat hebben we tot nu toe nog niet hoeven doen. Alle stroom hebben we of direct van het collectief gebruikt, dat is de blauwe. Dus dat is de gedeelde capaciteit die anderen met de andere leden delen.
Oranje is gebruikt door de partijen die zelf capaciteit hadden op een aansluiting en hoeveel ze dan daar zelf van verbruiken. Groen is zonne-energie, direct achter de meter. En rood is ook wel interessant. Doordat we samenwerken kunnen we ook nog eens meer zonne-energie lokaal kwijt aan elkaar. En daardoor ook weer capaciteit verruimen die dus niet hoeft opgewekt te worden met bijvoorbeeld generatoren. Dus ook daarin heeft het nog impact. Nou, dit is nog erg voorzichtig, zoals ik al zei. Tot nu toe is het gewoon gas nul. Nou, conclusie. Nou, je kan het net zeer optimaal benutten door samen te werken. En door real-time te meten en te sturen. En je kan het netcapaciteit er eerst echt volledig benutten. Nou, volledig tussen aanhalingstekens. Want die ander spoort ons aan daar voorzichtig mee om te gaan. Dus niet helemaal op die grens te gaan zitten. Dus als we in de buurt van die grens komen, dan zullen wij al bijvoorbeeld batterijen inschakelen. En als die leger begint te raken, alvast generatoren klaarstomen om in te grijpen als het nodig is. Er is dus veel extra capaciteit vrij te maken. Het net wordt direct ontlast door het op die manier in te richten. Door bijvoorbeeld de batterijen die daar hebben staan. Maar wij kunnen ook reageren op een signaal van Liander. Als er bijvoorbeeld in het achterliggende net calamiteiten zijn. Er valt een asset uit ergens en het is nodig om extra energie te leveren. Dan kunnen we dat. Dan kunnen wij zelfs kunnen wij die groene lijn eigenlijk naar beneden duwen. Waardoor wij vanzelf energie gaan leveren aan de omgeving. Nou, de grootste uitdaging is dat dit soort oplossingen moeilijk op te schalen zijn. Je ziet dat andere netbeheerders, andere gemeentes, andere provincies willen eigenlijk allemaal hun eigen pilot, willen opnieuw leren. Terwijl naar mijn mening moeten we juist doorleren, hè, dit als basis gebruiken en daarvan verder te gaan als platform. En er is ook vaak wel geld voor een pilot, maar niet altijd geld om door te pakken. En je ziet dus ook dat heel veel van dit soort ideeën in de ideeënfase zijn op dit moment. Ja, wat ook altijd lastig blijft is wie is verantwoordelijk voor wat. En dat vindt ze ook zeker de netbeheerder ingewikkeld. Van jij gaat een stukje van hun verantwoordelijkheid ga jij uitvoeren. Dus de scheiding tussen publiek en privaat is ingewikkeld. Dat moet je goed borgen. Nou, we hebben veel geïnvesteerd ook in contracten met z'n allen. Ik denk ook dat dat goed geborgd is. Maar het blijft ingewikkeld, want het is natuurlijk uiteindelijk de verantwoordelijkheid van netbeheerder dat het net overeind blijft. Zijn hier nog vragen over? Het is trouwens het laatste blokje, dus we kunnen nu alle vragen behandelen. Nou, alle vragen, dat gaat een uitdaging worden. Heel goed. Je hebt ongelooflijk goed, enthousiast en interessante presentatie gegeven. En ik zie dat toch wel terug in het chatverkeer. Dat er toch best wel veel vragen zijn. Ik zal er een paar uitstippen, want ook gezien de tijd is dat toch wel een heikel iets. De oplossingen zien er allemaal heel mooi en veelbelovend uit, zegt Marcel Buters. Welke wensen en eisen, dat verspringt mijn beeld. Welke wensen en eisen heb je nu vanuit dergelijke oplossingsrichtingen voor de netbeheerder? Nou, de wens is dat ze actief meewerken. Dus dat ze meedenken van past het hier. Dat ze inzicht geven in de netsituatie. Dus dat wij ook weten waar de grenzen liggen. Want soms zegt de netbeheerder, nou, het gaat hier niet. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd waarom dan niet. Ja, waarom zou het dan niet gaan? Op het moment dat je natuurlijk met elkaar verder wil. En dat was denk ik het hele goede hier. Is dat het net weer heel transparant is geweest over alle knelpunten. En dat we met z'n allen hebben kunnen nadenken. Hoe kunnen we dit oplossen? En dat daar echt een clubje enthousiastelingen zat bij Liander. Wat echt hier een succes van wilde maken. Dit is allemaal binnen een jaar gerealiseerd. En dat had ik van tevoren niet verwacht. Ja, dus wel op het gebied van techniek, als juridisch, als organisatorisch. Is het allemaal binnen een jaar gebeurd. Nou, dat is toch wel vrij bijzonder, vind ik. Ja, dat is echt heel bijzonder. Maar aan de andere kant, heeft de netbeheerder, in dit geval Liander, ook de mogelijkheid om het contract te onderbreken of te annuleren? Nee, niet alleen de netbeheerder, ook alle leden zijn verplicht om tot het einde te blijven. Okay. Totdat de netcongestie is opgelost, want anders zouden wij bijvoorbeeld zelf bij Trek ons terug als Jules zeggen, nou, we gaan weer voor onszelf zorgen, die eerste case. Ja, dan zou onze buurman ineens onder stroom zitten. Die dan niet natuurlijk binnen een paar weken een installatie kan neerzetten om het probleem te lossen. Dus het is wel zo, we hebben met elkaar afgesproken en ook contractueel afgesproken. Dat je
tot het einde van de netcongestie aan boord blijft. Ja, precies. Duidelijk. Gezien de tijd ben ik toch gedwongen om richting het eind te gaan. Nogmaals hartelijk dank, Sanne. Wat we wel gaan doen, we gaan alle vragen zullen wij verzamelen. Zullen we doorsturen naar Jules met de vragen om die te beantwoorden. En die zullen wij bij ons op de site plaatsen. Dus als u een vraag hebt gesteld, wees gerust. Wij zullen hem zeker meenemen. Nogmaals dank, Sanne, voor jouw schitterende verhaal. Mag ik inbreken, James? Mag Sorry? Ik even inbreken? Ik zie dat mijn... Mag ik even inbreken, James? Ja? Ik zie dat mijn wethouder een vraag heeft gesteld. Mag ik die nog even tussendoor duwen? Moet je heel snel wezen. Alexander Kolkman, werkt een congestieoplossing met behulp van een energiecoöperatie alleen voor nieuwbouwsituaties of kan het ook bestaande bedrijventerreinen werken? Het kan zeker op bestaande bedrijventerreinen werken. Vaak omdat er dus, als het een bestaand bedrijventerrein is, is er ook wel capaciteit voor dat gebied beschikbaar. En kan je dat ook alvast gaan meten, waardoor je veel inzicht kan verkrijgen op welke momenten er misschien wat over is om te delen met elkaar. Er is wel een nadeel dat je met nieuwe kabels kan je dat handig inrichten en kan je wat meer ervoor zorgen dat de energie op de juiste plek terechtkomt. Maar het heeft ook het nadeel dat je vaak wat minder te delen hebt met elkaar. Dus een bestaand terrein kan zeker goed werken. Kijk, dankjewel. Nou, dan is dat toch wel de laatste vraag. De webinar die is nogmaals opgenomen. Die wordt beschikbaar gesteld bij ons op de website met een link. De volgende e-lunch webinar is op 15 maart. Wij zullen het dan hebben over hoe hoogspanningsstations en componenten voor toekomstige netten voor duurzame energie ontwikkeld moeten worden. We vertellen over de overgang van het elektriciteitsnet naar toekomstige situaties, als mede voorbeelden van componenten die hiervoor moeten worden aangepast of ontwikkeld. De firma Elex zal ons kennis laten maken met de mogelijkheden en ervaringen. Kijk voor deelname op onze site kiwi.nl of hou onze LinkedIn-pagina in de gaten. Namens Kiwi wil ik iedereen bedanken, in het bijzonder ook Sanne en alle collega's van Jules voor de belangstelling. En we zien u graag terug bij een volgende e-lunch webinar of een andere event of activiteit die wij hebben. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne dag en nogmaals hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Tot ziens allemaal. Ik zie alleen maar complimenten.